Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik open hem niet in mijn eigen kamer, maar in Char's kamer, want Hoi. Het is vandaag maandag. En ik heb zelf al eerder opgedacht gisteravond, maar het is een beetje heftig, maar oké. Okay. Maar we gaan nu de collectie van Vlot shooten, want die komt aanstaande zaterdag online. Zal ik even een paar dingen pakken? Ja, als eerst deze trui. Ja, of ik kan het laten zien gewoon als we foto's aan het maken zijn. Oh, als eerst deze trui, deze witte, deze is echt goddelijk. Deze slangen flare broek in het velvet. En deze broek van Char, die hadden we vorige week natuurlijk al een beetje laten zien. Maar die is echt top. Die is echt zo leuk. Dus... En wat ook handig is bij deze is dat er geen wind doorheen komt. Dus ja, hij is heel dik. Hij is heel mooi. Hij is heel dik. En deze broek, jongens, ik pas hem gewoon. En ik ben maar 1,60. Dus pas je nou deze flare broeken. Ik koop de slangenflare. We hebben ook nog deze beltbags met panterprint, zebraprint, koeienprint. We hebben nog twee tasjes. En natuurlijk nog de oude collectie hier liggen. De sterrenflare broek. We hebben nog leggings, we hebben nog meer truien en oh, al die hangertjes. Ja, die beltbags heb ik laten zien. Dus daar gaan we nu foto's voor maken. Het is nu 11:30 en ik denk dat we niet heel erg lang bezig zijn, want vorige keer ging het ook wel zo snel. En ik heb een zonnebril mee, dat is altijd top. Ja. Echt, als je foto's gaat maken en het lukt niet, doe gewoon een zonnebril op. Want ik heb trouwens mijn zonnebril voor mijn verjaardag besteld. Echt? Heb je gisteren gekeken in de stand? Ja, we gingen dus naar de Sunglass Hut. Want bij de Bijenkorf hadden ze hem sowieso niet. Ja. Zegt die vrouw, ja, we verkopen deze alleen in Amsterdam. Dacht ik. Dus toen ging ik overal online kijken. En toen heb ik hem bij één site nog kunnen vinden. Dus toen heb ik hem maar gelijk besteld. En ik heb trouwens dit horloge van Ruth Field. Ik wil eigenlijk alleen even een foto zo maken dat hij dan zo zit. Top. Het is ook wel leuk misschien om een camera neer te zetten als ze zien hoe we foto's gaan maken zo meteen in de voortuin. Ja, ik dacht, was je van, je kan gewoon die camera op je scooter zetten. Ja. Dus, dat gaan we vandaag doen. Oké, outfit 2 hebben we aan, want outfit 1 is al gelukt. Deze blauwe trui en de zwarte leren legging weer. En Char heeft die witte trui van net, maar dan in het rood aan. Ja. Ook met zo'n leren legging. En we hebben hele leuke tasjes. Deze koeientas met een hengsel. En we hebben hem als clutch. Ja, want we hebben hem dus ook in panterprint. En ik ga hem als clutch dragen nu. Want die kan je er dus gewoon afhalen. En het is van echt leer. Dus dat is ook helemaal top. We gaan nu even lekker dit shooten. En we hebben weer de leren broek teruggedaan. Ja, alleen de groene vroeg ernaar. Want de rode en de groene hebben we nog in de collectie. Alleen de zwarte was uitverkocht. Dus we hebben weer opnieuw. Oh ja, ga jij staan? Jij hebt langere benen. Oh mijn god, kleur. Kijk eens staan! Huh? Ik wil met vader foto. Wacht, blijf je zo staan? Oké, laatste outfit per persoon. Oké, we gaan nu de laatste outfit doen. Deze top voor als je bijvoorbeeld uitgaat of zo. Met doorschijnen, met stipjes. Deze beltbag. Oh, en deze paarse, beetje bordeaux-rode paarse flarebroek. Jongens, dat wordt ook helemaal in, een badjas. Nee. En dit shirtje hebben we. En weer een keertje die broek. En deze beltbags hebben we dus ook. In het zebra en in het panter. Dus die gaan we nu. Deze is echt shooten. Top met uitgaan. En dan zijn we klaar. Ja, dat gaat echt snel. Hoe laat is het? Het is wel koud. Het is 11:50. Okay. Ik ga jullie weer neerzetten en jullie meenemen in het proces van het shooten. Het is ondertussen alweer... Bijna 10:07 en om 10:07 moet ik eigenlijk mijn list ophalen. Dus ik ga heel snel even de laatste spulletjes pakken. Ik ben trouwens allang thuis uit school. Of nou ja, allang. Ik was 17:30 thuis uit school. Toen heb ik even mijn weekvlog bewerkt. Die is nu aan het uploaden. Of aan het editen dinges. Ik ben even de weekvlog van Rosa aan het kijken. Ik heb mijn tas ingepakt, want ik ga dansen. En daarna ga ik sporten met Zoe. Dus dat is heel erg gezellig. Ik was dus vorige week mijn Sandra's overal kwijt. Ik kon ze nergens vinden thuis. En toen dacht ik, oh shit, ze staan sowieso nog bij dansen. Dus ik dans snel gebeld. En gelukkig stonden mijn Sandra's nog daar. Dus die kan ik straks ook meenemen. Ik ga even snel deze roze koek opeten. Want ik heb nog niet avond gegeten. En dan ga ik dansen en sporten. En dan zie ik jullie straks weer. Oké, ik lig in bed. En ze zeiden dus gisteravond dat het vandaag zou gaan sneeuwen. Dus het is nu het moment van de waarheid. Om te kijken of het is gesneeuwd. Oh my god, het heeft gesneeuwd. Alleen bij mij ligt niks, aan de overkant wel.
Oh my god, zo leuk. Ik ga zo meteen in de tuin kijken of er ook sneeuw ligt. Oh my god, kijk even al deze sneeuw in de tuin. Ik vind het er altijd zo leuk uitzien. En die Vespa is van mijn vader en van mijn oom. Die hebben toen ooit, of nou ooit, die hebben ongeveer denk ik een half jaar geleden hebben ze een hele oude Vespa gekocht. Die hebben ze helemaal opgeknapt en dan kan nu ook weer rijden en zo. En, maar met sneeuw ziet dat er zo schattig uit, want het is zo'n hele oude Vespa. Hier staat mijn scooter onder, dus die staat gelukkig wel afgedekt. Kijk nou hoe leuk het sneeuw. Het is vandaag trouwens dinsdag. Ik heb even deze lekkere warme trui van Chiquel. Want het is echt de allerwarmste trui die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik ga vandaag niet naar school toe, want ja, ik kan echt niet met de scooter door sneeuw heen rijden. Daar ben ik veel te bang voor. En ja, we moeten ook nog wat dingetjes afmaken voor school. Aangezien het volgende week toetsweek is en wij hebben maar 2 toetsen voor AFB en ondernemen. Maar we moeten voor de rest van de vakken wel veel opdrachten afmaken. En ik heb volgende week ook mijn... Oh, ik ben ongeluk aan het inzoomen. Dat heb ik de laatste tijd zo vaak met deze camera dat ik ongeluk ga inzoomen. Maar ik moet dus nog wat opdrachten afmaken. En ook mijn Engels presentatie heb ik volgende week. Dus daar wil ik eventjes aan gaan zitten nu. Het is nu 10 uur. Dus dat is wat ik ga doen. De hele dag eigenlijk. Ik zou vanavond gaan sporten met Zoe. Maar ze moet werken, dus dat kan niet. Als de sneeuw wat minder is, ga ik in mijn eentje sporten. Maar ik vind het een beetje eng om in de sneeuw met de scooters te gaan. Ik weet niet. Voor mijn gevoel heb ik ook echt heel erg veel vlekken op mijn gezicht door die zelfbruiner. Maar het zal wel. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga lekker veel aan school zitten. Want ik heb hier ook een agenda. En die planning had ik natuurlijk. Of naar planning. Ik had opgeschreven wat we allemaal af moesten hebben. Even kijken waar het is hier. Dus ik hoop dat ik rekenen en Nederlands en Engels vandaag helemaal kan. Ah, Engels niet per se. Ik hoop dat ik rekenen, Nederlands en vaktheorie vandaag helemaal kan afstrepen. Dan hoef ik dus alleen nog maar Engels presentatie in mijn tekst te doen. En te leren voor AFP. Dus dat is echt top. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Moet vast wel goed komen. Ik heb een soort iets bedacht altijd voor mezelf. Voor als ik dingen voor school moet maken. Want we hebben nooit echt heel vaak huiswerk of toetsen of zo voor school. Dus ja, ik leer dan echt 8 weken niet. En dan opeens weer wel. Dus wat ik dan altijd doe is, zeg maar, ik heb dan bijvoorbeeld nu van rekenen moet ik dit nog doen. Les 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. Dus wat ik dan doe, ik ga nu les 3 en 4 maken. Als ik die af heb, mag ik 1 filmpje kijken op YouTube. Dan ga ik verder met 5 en 6. Mag ik weer een filmpje kijken voor het goede tijd of zo. Dan ga ik verder met 7 en 8 en dan ben ik ook klaar met rekenen. Dus dat is echt heel erg chill. Voor mij werkt dat heel fijn. Dus dat ga ik nu lekker doen. Het is vandaag woensdag en ik moet vandaag weer naar school toe. Er ligt nog steeds sneeuw. Gelukkig niet zoveel als gisteren. Maar Sjoe en ik durven het eigenlijk nog steeds niet echt aan om met de scooter te gaan. Dus we gaan met de tram naar school. Ik denk dat ik echt al 1,5 jaar of zo niet met de tram heb geweest. Dus ik heb mijn studenten-OV weer gevonden. En we gaan lekker met de tram dus naar school vandaag. Ik zit vandaag van 9 tot 5 op school. Dus best wel een lange dag. Maar ik heb er op zich wel zin in. We krijgen bij burgerschap namelijk een les. En dat gaat een soort, als een soort van over de streep. Ik weet niet of jullie dat programma kennen. Maar er komt dus een gastles. Er komt dus iemand in onze les. En die gaat die les geven over de streep. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat ik vandaag aan heb, zal ik even laten zien. Aangezien ik daar de laatste tijd heel vaak vragen over krijg. Deze trui van Chiquel. Maar er zit natuurlijk een split aan de zijkant. Maar ik had het zo koud vanmorgen dat ik even een zwart t-shirtje eronder heb gedaan. Deze flarebroek van mijn jewelry. Maar die is volgens mij niet meer te koop. En dan doe ik mijn zwarte Isabel Brands erbij aan. En ik denk gewoon mijn winterjas. Want zo heel warm is het nou niet buiten. Ik moet nog even mijn tas inpakken en mijn haar even goed doen. Want die vlecht lukte niet. Maar ik dacht, ja, ik heb wel wat betere dingen te doen dan heel de tijd mijn haar in te lopen vlechten. Even mijn agenda en masterplanner mee. Deze moet ook mee.
Mijn laptop moet mee. Even die hoes pakken. Oh, ik doe lekker mijn wintersok aan. Top idee. Even kijken hoor. Even die hoes. Oh, alles valt er. En dan ga ik even mijn tas inpakken. En het is nu 8:03. En om 7:45 komt Chart hierheen. Of dan staat ze hier als het goed is. Want om 8:15 komt de tram. En het is echt maar 5 minuten lopen. Dus ja, dat is een beetje wat er vandaag gaat gebeuren. Wij zitten lekker in de tram. Hoe lang zijn we al niet met de tram er vol geweest? Ik denk echt al anderhalf jaar. Ik heb niet eens een OV. Dat was er. Kijk, daar zit mijn werk. Willen jullie mijn werk zien? Daar zit mijn werk. Meldersport. Niet vergeet. Daar geef ik kinderzwemles. Vandaar ben ik assistent. Ik heb nog geen idee waar dat voor. Jongens, zaterdag. Oh, dit komt deze gelijn, hè? Maar zaterdag is slot van mij gekomen. En het is kapot. Ik vind dat echt leuke dingen. Ja. Ik vind de broeken ook heel leuk. Ja, zo. Kan ik niet vertellen. Oh ja, en dat is misschien een goede tip. Stel, je wil heel graag die roze broek. Die is voor Fleur eigenlijk ook niet wel. Maar Fleur kort hem ook in. Dus je kan bijvoorbeeld, zou je hem heel graag, want hij is echt top. Maar je kan hem dus inkorten bij de Turk of zo. En dan zit hij echt perfect. Want hij heeft best wel een mooie grote flare, zeg maar een lange flare. Dus niet heel groot, maar wel heel lang. En daardoor, als je hem bij de Turk laat inkorten, blijft de flare dan zo'n eentje. Ja, en dus die slangenflare en die rode flare, die pas ik wel gewoon. Die hoeft niet in te korten, maar die horen ze moeten wel inkorten. Dus we zijn bij de thuis en vanavond ga ik eerst sporten met Zoe. Maar Zoe moet dus kort over 7 werken. Ga ik daarna sporten met haar. En dan ga ik daarna even thuis douchen en dan ga ik daarna opnieuw. Oh, ik had iemand zo bijna gezegd. Maar ik vind het wel een beetje eng eigenlijk om op de scooters te gaan sporten en opnieuw te gaan. Want er ligt nog best wel veel ijs en zo. Heb je al die elastieken gebruikt? Ja, al heel vaak. Ja, dat is ook chill, ja. Ik gebruik ze eigenlijk elke keer. Maar die gele gebruiken we niet, want die kan je heel makkelijk zo uit elkaar halen. We gebruiken altijd de zwarte, de blauwe. Ja, is het straks. Zwart is het straks, daarna blauw, daarna rood, dan groen, dan geel. Oh ja. Oké. Nou, wat ik nu meemaak is echt te bizar, vind ik. Ik krijg voor mijn verjaardag van mijn ouders een zonbril. En die had ik dus besteld zondag, want ja, in Den Haag is die niet meer te verkrijgen. Dus ik dacht, dan bestel ik hem gewoon op About You. Dus ik besteld, kwam die vandaag binnen, maak ik hem net open, dat pakketje. Is gewoon die bril kapot. Zeg maar, ik zal even een filmpje hier in beeld plaatsen. Zeg maar, in elk hoekje zit een schroefje, maar bij het rechterschroefje, er zat geen rechterschroefje, die was gewoon weg. Zat die vastgeplakt met plakband, dat ik echt dacht, een bril van Burberry, die je kapot naar iemand gaat opsturen met plakband, alsof dat niet opvalt. Dus ik die mensen bellen eerst, of die website bellen eerst, neem ze het zeker niet op. Zoals ik ze weer gebeld, nam ze wel op. En ja, nou, ik vind het gewoon een beetje apart. Want ja, mijn vader is hem nu, die ging boodschappen doen. Dus die gaat hem nu gelijk terugsturen. Duurt het 14 dagen voordat ik mijn geld terug heb. En ze kunnen ook geen nieuw opsturen, want dit was de laatste. En ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon zo raar. Je ziet dat toch als je een pakketje voor iemand inpakt, dat een bril kapot is. Er zat ook helemaal geen hoes omheen of zo. Ja, een doosje, maar ja, bezorgers gooien nog wel eens. Dus logisch dat die misschien wel kapot was. Terwijl About You is wel gewoon een echte site. En nou, ik vind het zo bizar. Maar Miu gaat dus morgen, als het goed is, naar Amsterdam. En dan gaat hij kijken of ze hem daar hebben. Echt super lief. Dus ja, maar ja, nou sorry. Ik vond het gewoon een beetje raar. Ik zal nog even hier wat foto's in beeld zetten, zodat je het kan zien. Want die bril is wel echt heel erg gaaf. En ik wil die bril echt heel erg voor mijn verjaardag. Maar ja, als die kapot aankomt, sorry, maar ik ga geen kapotte bril houden. Wat best wel logisch is, neem ik aan. Dus dat. Maar dat wilde ik even kwijt. Oké, jongens, ik ben weer helemaal blij, want ik zal het even uitleggen. Ik had natuurlijk die zonnebril besteld en die was dus helemaal kapot binnengekomen. Dus Miu, die was zo lief, die zei tegen mij, ja, ik ga morgen toch niet naar school. Ik ga morgen wel voor jou naar Amsterdam en dan ga ik kijken of ze hem daar hebben en dan hou ik hem voor je. Echt onwijs lief van hem. Dus ik ging een linkje zoeken van die zonnebril om naar hem toe te sturen. Van welke het precies was. En zeg maar dat hij wel de goede zou halen. Dus ik stuur het linkje naar hem. En ik klik nog een keer voor zekerheid op dat linkje. Van de Bijenkorf. En ik zie gewoon dat er staat nog 1 op voorraad. Terwijl een half uur daarvoor. Toen zeg maar die andere zonnebril kapot bleek te zijn. Ging ik zelf de Bijenkorf site kijken.
En toen stond er nog steeds dat hij was uitverkocht. Want vorige week zondag wilde ik hem ook al bij de Bijenkorf bestellen. Was hij ook al uitverkocht. Daarom dat ik hem bij About You had besteld. Dus ik klikte op dat link en zag nog één op voorraad. En zag ik, oh my god, dit is echt gewoon goede karma is dit. Want 2 weken geleden viel mijn buurjongen zijn scooter om. Toen heb ik hem geholpen met de scooter rechtop zetten. En ik krijg gewoon nu goede karma daarvoor terug ofzo. Want er was er gewoon nog één op voorraad. Dus ik heb hem gelijk besteld. En als het goed is, komt hij deze week binnen. Dus dan heb ik gelukkig mijn verjaardagscadeau. Want ik had die zonnebril wel net even gepast. En ik vond hem echt heel erg gaaf. Maar ja, hij was kapot. Dus nu heb ik een nieuwe. En hij is heel. En ik ben echt zo blij. Het was zo lief van Miel dat hij voor mij naar Amsterdam wilde rijden met de auto. Om eentje voor mij te kopen. Maar ja, we wisten natuurlijk ook niet of ze in Amsterdam wel voorraad waren. Dus ja, ik kon maar beter gewoon bestellen. En ik ben er echt onwijs blij mee. En ik heb iets besteld. Een paar slippertjes voor de zomer. Want gisteren ging ik dus vlogs kijken van Jessie Jess. En ik ben echt verslaafd opeens of zo aan haar video's. Ze heeft er niet zoveel, maar ik ging ze gisteravond allemaal kijken. Ik vind ze zo leuk en ik vind haar stijl. Dat Ibiza Bohemian steltje ook zo leuk. En ze had hele leuke slippertjes bij Omoda besteld. En toen vanmiddag in de klas zat ik te kijken op Omoda. En zag ik ook hele leuke slippertjes. En het was voor 12 uur besteld vanavond in huis. En het is echt zo, want ze zijn nu binnen. Ik ga ze even aan jullie laten zien. En ik zei natuurlijk in mijn vorige week vlog, of 2 weken vlogs geleden, dat ik een maand niks mocht kopen van Miel. En als ik dat wel deed, dat ik hem uit eten moest nemen. Maar ja, dat uit eten nemen neem ik dan maar gewoon voor lief. Tenzij ik ze terugstuur, dan heb ik dus officieel niks gekocht. Dus ik ga ze even laten zien, want ik heb ze wel uit de doos gehaald. Ik heb ze in 2 maten besteld, want slippers weet ik nooit of ik, ja, in welke maat ik dat nodig heb. Maar ik heb dus maat 36 en 37 besteld, want normaal gesproken zo, heb ik altijd 36. Maar het zijn dus echt van die leuke Ibiza slippertjes. Ik ga ze er even uithalen. En deze tas zat er ook bij. Het is van het merkje Hot Lava. Dat is echt zo'n Ibiza merkje. Oh, lekker stofjes dit. Ik denk wel, als je zweetvoeten hebt, krijg je hier wel heel snel je voetafdruk op. Maar op zich, ik ga hem even losmaken. Zodat ik even aan jullie kan laten zien wat het idee ervan is. Het is zeg maar zo'n slippertje. En moet je dit om je been heen wikkelen. Echt heel erg leuk. En je had hem ook op een andere site. In het goud met turquoise. Maar ik vond dat goud met wit echt heel erg mooi. Ik weet niet, ik vond dit zo leuk. Ik ga deze even passen. Dit is maat 37. En die andere. Ze waren nu trouwens ook in de sale. Dus, ik denk dat ik wel blij moet zijn dat ik 37 heb besteld. Want ik vind mijn slippers altijd zo lelijk als je tenen over die rand heen vallen. Maar ja, ik ga ze even aandoen en even kijken hoe ze zitten. Ik zie nu wel trouwens al mijn tenen echt heel erg lelijk zijn. Dus sorry alvast daarvoor. Oh, ze zijn wel heel gaaf. Oké, ik ga ook even een 36 aantrekken. Kijk, ik ga ze even laten zien. Sorry als het voor mijn tenen of sorry als je tenen haat. Oh, even in het licht staan. Kan ik ze goed laten zien. Dit zijn ze. Ik vind ze echt heel erg leuk. Met die dingetjes ook zo eraan. Echt zo schattig. Maar nu twijfel ik dus. Want dit is maat 36. En dit is maat 37. Even lopen. Nee, 37 is wel echt te groot, denk ik. Ja, ik vind ze echt heel erg leuk. Ik ga nog even nadenken of ik ze ga houden of niet. Want ze waren wel €73 voor een paar slippertjes. Normaal gesproken waren ze 105, maar ze waren nu in de zilver 73. Ik ga er nog even over nadenken. En dan kan ik ze altijd terugsturen. Dus als dat, ik ga me even omkleden en dan... Oh, trouwens, dat wilde ik ook nog eventjes laten zien. Ik heb dus, ik ben nu sinds 2 dagen deze crème van Clinique, de Moisturizer Shirk, zoiets. En deze aan het gebruiken, de Take the Day Off. Deze vind ik best wel vettig of zo, maar het trekt wel goed in. Wel duurt het eventjes, maar het trekt wel in. Deze vind ik echt heel fijn. Deze ga ik echt standaard gebruiken. Maar ik weet nog niet of ik deze standaard zal gebruiken. Maar goed, ik moet misschien even gewoon even wat langer gebruiken. We'll be right back.
Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag en ik moet vandaag stage lopen. Gisteravond was ik bij Mina blijven slapen, maar ik vind het altijd chill om me gewoon even thuis helemaal klaar te maken. Want dan heb ik toch al mijn eigen spullen. Dus ik was vanmorgen al wat vroeger. Ik had mijn wekker om 9 uur gezet, toen ben ik naar huis gegaan. En het is nu ongeveer 10:15. En ik ben helemaal klaargemaakt. Ik heb even deze trui aangedaan van de H&M. Met, ja, dat zie je niet. Met Get Off My Back op de achterkant. Maar deze is echt al heel lang niet meer te koop. Maar in ieder geval, die heb ik even aangedaan. Want ik heb het zo koud. Maar hieronder heb ik gewoon een zwarte trui aan. Een zwarte flarebroek. En ik heb sokken aan. Hele hoge sokken. Die komen tot hier. En, want ik heb het zo koud. Maar ik moet dus vandaag thuis lopen. Van 12 tot 9. En dan ga ik bij mijn moeder slapen. Dus dat is heel erg gezellig. En morgen moet ik stage lopen van 9 tot 6. Daarna ga ik uit eten met Keir en Esmee bij Burrata. Dus dat is heel erg gezellig. En daarna gaan Keir en ik samen naar Romy, Dagmar, Zoe en Twan. Want we gaan met z'n zessen gaan we op vakantie. En als het goed is gaan we dat morgen boeken. Dus ik kan echt niet wachten. Ja, eigenlijk heb ik niet heel erg veel meer te vertellen. Behalve dat het nu 10:15 is en ik even ga ontbijten. Mijn tanden ga poetsen en even de laatste dingetjes ga doen. Want om 11 uur ga ik al weg. Want om 11:30 heb ik een afspraak bij mijn stage om mijn benen even te laten IPL'en. Dat is een soort leveren, maar dan pijnloos. IPL is pijnloos. Dus dat, want dat mag niet tijdens stage tijd. Dus ik ga even een kwartiertje eerder weg. Zodat ik dat even kan laten doen. Ja, dan zie ik jullie of vanavond weer of morgen. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdagavond. Ik ben weer tijdens mijn stage en ik heb heel goed nieuws. Althans voor mezelf. Ik mag elke donderdag, volgende week nog niet, maar vanaf februari, dus 7 februari, mag ik elke donderdag van 9 tot 6 stage lopen. En daar ben ik echt heel erg blij mee, want het waren best wel zware dagen. Elke keer van 12 tot 9 en dan weer vroegochtend vroeg beginnen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga zo meteen uit eten met Keir en Esmee. Dus daar ga ik me even snel voor omkleden. Het is nu namelijk 10:50. En over een kwartiertje moet ik alweer weg naar Keir. Maar ik wilde even deze legging laten zien. Want ik had een nieuwe sportlegging bij de H&M besteld. Hij was echt maar heel goedkoop. En hij is heel dik. En hij heeft ook zo'n lekker stofje. Je hebt er wel een beetje een camel toe in. Dus daar moet ik even kijken. Dus daar moet ik even iets op bedenken. Maar ik had echt een nieuwe sportlegging nodig. Want Zoe en ik willen nu best wel veel sporten en zo. En ik had er maar één. Eén goeie. Ik ga hem even omkleden. Zal ik zo meteen wel even laten zien wat ik aan heb. En dan ga ik lekker uit eten bij Burrata. En daarna gaan we vliegtickets bestellen met Twan, Zoe, Dagmar, Romy, Keir en ik. Want we gaan met z'n allen naar Caruela. Oké, mijn outfit is echt heel erg saai. Ik heb gewoon even deze trui aan voor op de scooter. Dat van Get Off My Back. Omdat het anders op de scooter echt ijskoud is. Ik heb gewoon mijn zwarte flare aan. En oh, dit shirt van G's Louise. En daarbij doe ik mijn zwarte sandres aan. En mijn donkerblauwe zadig en voltaire tas. En gewoon mijn winterjas. Want het regent heel hard buiten. En ja. Yeah. Het is vandaag zaterdag en ik heb heel dag gewerkt. Gisteravond heb ik met Keir, Zoe, Dagmar, Twan en Romy hebben onze vakantie geboekt. Heb ik ook niet gefilmd. Maar nu zit Char hier. Want de collectie van Frot is net online gekomen. Ik heb vandaag heel dag gewerkt verder. En daarna ga ik even snel make-up doen. Ik moet zo meteen alleen nog even mijn haar stylen. Want ik heb vanavond het verjaardag van Twan. En daarna gaan we uit in Amsterdam. Dus. En ik dacht, ik ga even twee vloggen. Wil je het spray laten zien? Ja, wacht hoor. Heb je toevallig ook spray? 7-Up. Ja. Wat zegt hij nou? De rode flarebroek is zo mooi. Het is niet echt rood. Maar het is meer een beetje aubergine. Dus dan weet je hier ook. Ik ga. Oké, ga jij door de zijde scrollen laten zien? Ja. Zij ziet er nu zo uit. Wacht. Dan de nieuwe collectie. Die hebben jullie al maandag in de vlog kunnen zien. De witte trui is uitverkocht. Ja. Maar we hebben nu ook meer foto's, dus dat is echt top. En er zijn nog 3 dingetjes van de oude collectie online. En de tasjes. De belt-packs. Ik vind het echt leuk. En dit is zeg maar die koeien ding. En we zijn live. Dat is ook heel leuk. Kijk, allemaal mensen die kijken. Ik vind het echt leuk. Die koeien, ja. Dat was het. Dus
Dat. Eigenlijk. Dat is echt niet. Oh. Oh, Miel vraagt hoe het loopt. Hoe loopt het? Oh, veel vervolg. Oké, ik heb mijn haar gedaan. Ik zou het natuurlijk eigenlijk stylen. Maar toen was mijn haar aan het feunen. En toen dacht ik, oh, mijn krullen lukken vandaag best wel goed. Dus ik heb gewoon even mijn krul erin gelaten. Ik heb er even wat mousse en perfecte krul in gedaan. Ik gebruik deze mousse van Sias de Krul Control. Maar dit is dus in sterkte 2. Maar ik vind hem nog best wel sterk. Maar ja, ik heb ook even zelfbruiner op mijn armen gedaan. Ik zal trouwens even laten zien wat ik aan heb. Want we gaan dus uit in Amsterdam. Ik heb dit shirtje aan van de River Island. Deze broek van Naked. En daar doe ik dan... Sorry, ik ben zo verkouden. Daar doe ik mijn rode beltbag bij om. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ik weet alleen nog even niet welke schoen ik hierbij aandoe. Maar ja, ik ben wel blij met mijn krullen vandaag op zich. Ik moet er zo meteen alleen nog een heel klein beetje crème in doen. Want hierachter pluistert nog een beetje. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb hier ook een paar plukken die bijna stijl zijn. Dus dat moet ik nog even fixen. Het is nu 7:55. Over een half uurtje ongeveer komt Keer als het goed is. Of althans, ik heb gezegd, kom maar wanneer je zin hebt. Dus ze kan elk moment komen. Ik ben even de video van Julia en Leonie aan het kijken. Die Get Unready With Us. Dus die ben ik even aan het kijken. Ik ga even mijn tanden poetsen. Even mijn armetje van Mie omdoen. En even lekker luchtje op doen. Welke zou ik opdoen? Deze is wel sterk. Ja, ik doe deze op. Ik heb dus net zelfbruiner opgedaan, dus ik hoop niet dat je het nog dat het dan er vanaf gaat. Oh. Ik heb trouwens deze zelfbruiner gebruikt van Bondi Sands. Die zelfbruiner vind ik zo oprecht mega chill. En dat zeg ik niet omdat ik het gekregen heb, want ja, ik heb het gekregen. Maar ik vind het echt heel erg chill. Oké, ik moet even iets bedenken, want ik heb dus geen volumepoeder meer. Misschien heeft Twan dat straks thuis wel. Ja, ik ga dus zo meteen naar Twan toe. Ik zal zo meteen nog wel even een keer de auto filmen. Is misschien ook wel leuk. Ik neem mijn camera niet mee. Wel mijn telefoon mee. Maar weet je, ik ben er ook met heel veel mensen die ik niet ken. Dus ik weet niet of iedereen op de vlog wilt. Dus ik weet niet of ik heel erg veel ga filmen. Ik doe mijn best. Maar ik wil ook gewoon een leuke avond hebben. Dus ja, ik zal zo meteen nog even een keer de outfit filmen. En dan gaan we naar de verjaardag van Twan. Vandaag zondag en ik heb gisteren echt een hele leuke avond gehad. Mijn haar ziet er echt niet uit en mijn gezicht ook niet. Sorry daarvoor. We gingen bij het verjaardag van Twan zelf, gewoon bij hem thuis. We zijn met z'n allen in een partybus naar Amsterdam geweest en zijn we naar Disco Dolly geweest en naar Air of zo. Het was echt onwijs gezellig. Ik heb echt een hele leuke avond gehad. Ik ga nu wat dingetjes voor school afmaken en vanavond ga ik bij Mew slapen. Dus ik ga alvast bij deze twee vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden en tot in de volgende week vlog.